Ja, maar Daniel zei dat. En Daniel zei, ik kan Van Geluwe niet straffen. Hij zei, ik ben kardinaal, maar ik kan die bisschop niet straffen. Leonard zei dat ook. Leonard zei, ik ben aartsbisschop, maar ik kan Van Geluwe niet straffen. We moeten wachten op een signaal uit Rome. Als je wacht op een signaal uit Rome, kun je lang wachten. Hè? Je kunt even goed op je wanden gaan staan met je voeten tegen de muur en wachten totdat je sokken afzakken. Hè? Ik snap niet waarom dat de Belgische kerkleiders moeten wachten op een signaal uit Rome. België is toch geen kolonie van Vaticaanstad? Hè? En toch zeker niet om een signaal te tonen ten opzichte van... De slachtoffers moeten toch niet wachten op een signaal uit Rome. Ik vind dat de kerk in ons land toch niet alles kan plaatsen en hele dagen roepen dat we het moeten zien in het kader van de eeuwigheid en van de eeuwen der eeuwen. Maar van het moment dat ze zelf schuld aan iets hebben, zeggen ze, voor ons is het al verjaard. Ja, maar het is continu. Je kunt toch geen generaties Vlaamse mannen en vrouwen opzadelen met een schuld- en een schaamtegevoel, maar van het moment dat je zelf schuldig bent aan iets, de schaamteloos zijn om dat toe te geven. En er zo hotijn beginnen zeggen, ja, maar de slachtoffers moeten gehoord worden. Slachtoffers moeten niet gehoord worden. Je moet luisteren naar de slachtoffers. Of dat ze dan zo zeggen, ja, maar we zijn eventueel bereid om de debatten te heropenen. De debatten moeten niet heropend worden. De debatten zijn al lang afgesloten. De samenvatting van dat debat staat in onze grondwet en in de universele verklaring van de rechten van de mens. Daarin staat hoe wij met elkaar moeten omgaan. Kijk, laat me een keer duidelijk zijn. Er is niemand die u verplicht om priester te worden of bisschop. Of aartsbisschop of kardinaal. Dat is uw eigen keuze. En je mag dat doen in dit land. Dus je kunt dat doen. En je mag doen, het is u gegund. Geniet ervan. Maar gedraag u naar uw eigen regels en bemoei u niet met andermans leven. En zeker niet met zaken waar je niks mee te maken hebt. En niks vanaf weet. En je weet niks af van het huwelijk, want je hebt het zelf nooit aangegaan. Je weet niks af van homofilie. Je weet niks af van seksualiteit. En in de plaats van de armen en de zieken uit te stoten, moeten die mensen hoop geven. En voor alle duidelijkheid, je blijft met uw handen van de kinderen. APPLAUS